Normaal ween ik nooit als ik medaille behaal of als ik een koers win. Maar toen begon ik echt gewoon te wenen en ik was super emotioneel. Het was niet voor mezelf, maar gewoon voor iedereen. Voor het BOIC, voor Team Belgium. Het was gewoon super. Voor de wedstrijd was ik eigenlijk een beetje in mijn eigen bubbel. Ik was heel gefocust en heel geconcentreerd. Ik had ook 3 weken mijn gsm afgezet en eigenlijk mijn internet ook afgezet. Dus ik wist van niks. Ik denk dat ik er zodanig mee bezig was en zodanig in de zone zat, dat ik er nu nog weinig van weet. Maar ik zal alleszins zeer geconcentreerd geweest zijn. De laatste seconde was ik volledig kapot en ik had alles gegeven, alles uitgehaald en het was het hoogst haalbare. Ik weet wel nog dat ik geen tijd had om mij op te maken voor het podium. Dus ik wou nog een make-up en ik wou me nog klaarmaken, maar ik had gewoon geen tijd. Ik moest direct naar het podium, dus dat was allemaal heel snel dat dat moest gebeuren. Ik kan me wel nog het moment herinneren dat ik echt op het podium stond en dat de Belgische vlag voor mij stond. En met al dat volk in de tribune en dan begon ik weer te wenen op het podium. Nu voor Tokio, binnen 2 jaar, beginnen we weer van nul. En dan hopen we weer een medaille te behalen.